Welkom bij les 10. We starten weer met de herhaling. Let op, dat was het kruisen. De belangrijkste uit het hele jong leren. Die voorlangs gaat. Van links naar rechts. We starten in de lastige hand. Doen jullie mee? Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. Probeer laag te vangen. En gooi. 5. En gooi. 6. En gooi. 7. En gooi. 8. En gooi. 9. En gooi. 10. Goed. Gelijk de volgende stap van het herhalen. En daarbij hebben we nog een bal nodig. 2. Oh. Ja. 2 ballen. Let op. We starten met de ballen bij elkaar. Ze mogen elkaar net niet raken. En we gooien ze omhoog en vangen ze in 2 handen weer op. We gooien ze ongeveer op onze hoofdhoogte en we vangen. Doen jullie mee? Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En gooi. 4. En gooi. 5. Misschien kan je ietsje breder. En gooi. 7. En gooi. 8. En gooi. 9. En gooi. 10. De eerste nieuwe stap van deze les. We hebben 2 ballen. In elke hand een bal. We gaan pilaren om en om. Eerst de ene, dan de andere hand. We starten met de lastige hand. Doen jullie mee? Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En gooi. 4. En gooi. 5. En gooi. 6. En gooi. 7. En gooi. 8. En gooi. 9. En gooi. 10. Deze oefening lijkt een beetje op de vorige. Maar we gaan iets sneller gooien. Dus moet je goed luisteren. Als ik de bal vang, gooi ik die andere bal meteen. Ja, en ik probeer ze te vangen. Doen jullie mee? In iedere hand een bal. We beginnen met de lastige hand. Klaar. En gooi. Gooi. 1. En gooi. Gooi. 2. Heel goed. En gooi. Gooi. 3. En gooi. Gooi. 4. En gooi. Gooi. 5. En gooi. Gooi. 6. En gooi. Gooi. 7. En gooi. Gooi. 8. En gooi. Gooi. 9. En gooi. Gooi. 10. Deel 3 van deze les maken we het weer moeilijker. We gaan de laatste bal, de tweede bal, vangen we als papier. Je mag stiekem smokkelen en een klein kommetje maken. Dat is makkelijker. Let op, doe ik 1 keer voor, doe die daarna mee. Dus gooi, gooi. Gezien? Sta je niet klaar? We beginnen met de lastige hand. En gooi, gooi, 1. En gooi, gooi, 2. Ga mee met de bal naar beneden. En gooi, gooi, 3. En gooi, gooi, 4. En gooi, gooi, 5. En gooi, gooi, 6. En gooi, gooi, 7. En gooi, gooi, 8. En gooi, gooi, 9. En gooi, gooi, 10. Met de jongleeroefening uit deze les gaan we weer rekenen. Tafel van 7. Ik gooi, 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 7. Gooi, gooi, 14. Etcetera. Doen jullie mee? In iedere hand een bal. Klaar. En gooi, gooi, 7. Gooi, gooi, 14. En gooi, gooi, 21. En gooi, gooi, 28. En gooi, gooi, 35.
En gooi, gooi, 42. Gooi, gooi, 49. Gooi, gooi, 56. Gooi, gooi, 63. Gooi, gooi, 70. Heel goed. Bij dit rekenonderdeel splitsen we weer de meiden en de jongens. Dus de meiden beginnen vandaag en die zeggen 7 en de jongens 14. Dus gooi, gooi, 7 van de meiden. Gooi, gooi, 14 jongens. Doen jullie mee? Klaar, in iedere hand een bal. En gooi, gooi, 7. Jongens, gooi, gooi, 14. En door blijven gooien, allemaal. 21. En de jongens, gooi, gooi, 28. Gooi, gooi, 35. Gooi, gooi, jongens, 42. Gooi, gooi, meiden, 49. Heel goed. Gooi, gooi, 56. Gooi, gooi, 63. En gooi, gooi, 70. Bij deze oefening mixen we weer de hele tafel door elkaar heen. Tafel van 7. We beginnen bij de lastige hand. Dus 5 keer 7. Juist, 35. Doe maar gelijk mee. In iedere hand een bal. En we beginnen met de lastige hand. Klaar. En 5 keer 7. Heel goed. En 6 keer 7. Prima. En 7 keer 7. En 8 keer 7. 9 keer 7. En 10 keer 7. En 9 keer 7. En 8 keer 7. En 7 keer 7. Juist, laatste 6 keer 7. Heel goed, 42. We zijn na les 10 alweer over de helft. Gaat snel, hè? Ging het hartstikke goed? Heb ik nog één trucje voor thuis? Let op, je gooit hem omhoog. En vangt hem weer.